Een makkelijke zege, een relatief makkelijke zege. Zoveel hebben jullie daarvan nog niet gehad dit seizoen. Dat moet ook wel eens lekker zijn. Ja, nou ja, goed. Relatief makkelijk. We komen 1-0 voor, weer 1-1. 2-1, en toen ging het allemaal nog niet zo heel makkelijk. Bij de 3-1 en daarna, zeg maar, de 4-1 kregen ze ook nog twee goede kansen. Maar goed, bij 3-1, 4-1 is in de tweede helft zag het er wat beter uit. En ook al waren er weer een paar momenten waar je natuurlijk, ik wil niet zeggen goed wegkomt, maar dat zij gevaarlijk konden worden. En wij moeten natuurlijk de wedstrijd eerder op slot doen met die penalty die we dan missen. Maar belangrijke 3 punten. Ook omdat de ploegen boven ons punten hebben laten liggen. Eerst maar het positieve benadrukken. Dat is denk ik het spel van Bobby. Dat zien we allemaal. Dat zie jij ook. Die lijkt met de week beter te worden. Hoe kijk jij naar zijn ontwikkeling? Ja, dat is heel mooi om te zien. Hij heeft het vertrouwen. Hij is sterk. Hij helpt de ploeg enorm. Als aanspeelpunt. En daarnaast natuurlijk ook in zijn, nu in zijn goals ook. En ja, hij laat daardoor ook anderen beter spelen. Zo werkt dat. Dus het is een mooie ontwikkeling wat er gaande is. Kan je daar een vinger op leggen? Je hebt natuurlijk ook gezien, toen zat jij niet op de bank, maar je hebt wel gezien dat hij zoveel kansen mist in het begin van het seizoen. Ja, die mist hij nu bijna nooit meer. Ja, goed, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat nu, als hij aangespeeld wordt, hij is sterk. Spelers komen onder hem. Hij draait dan weg of hij legt hem af. Hè, zoals ook vorige week hoe hij dat deed. En daarin wordt steeds meer, ook de spelers om hem heen weten hem ook dan daarin steeds meer goed te gebruiken. Dan is hij dichtbij een hat-trick. Mist hij die strafschop. Bergwijn deed op eigen initiatief. Gunde die hem die kans op die hat-trick. Wat vind je ervan dat Bergwijn dat doet? Dat hij dat niet meer moet doen. Want? Hem had Bobby maar moeten maken. Bergwijn mist nooit penalties. Dat weet ik niet, maar hij is wel de eerste penalty-nemer, ja. Het had nog spannend kunnen worden, want toen was het pas 3-1. Nee, maar daarom, je moet de wedstrijd op slot gooien als het kan. En dat gebeurde niet. En daardoor blijft het toch altijd 3-2. Dan ben je weer billen aan het knijpen. En we hebben nu een elftal waarin we wedstrijden willen uitspelen op een goede manier. Maar daar zijn we nog niet aan toe, niet altijd. Dus dan zijn dat soort momenten wel heel belangrijk. Je zei net al iets even over de kansen die je toch weer weggeeft. Achterhoede vandaag ook wel piepjong, moet ik zeggen. Volgens mij was Rensch de oudste, die is ook niet zo oud. Is dat ook, kan dat ook bijna niet anders met de jeugdigheid die je daar vandaag hebt staan? Nou ja, dit is wel een gedeelte daarvan. Maar inmiddels zijn natuurlijk Rensch en Hato, ondanks de jonge leeftijd, hebben ze een redelijke ervaring. En dat weet je, dat op een gegeven moment dat het kan gebeuren en dat het nog niet op elkaar ingespeeld is. Er waren er twee die er vandaag, Marta en Gooyer, die zeg maar beide aan de backkant speelden. Met Rensch en Hato in het midden. Dat was ook weer een nieuwe verdediging. Wel allemaal uit de Ajax jeugd, dus dat is dan wel weer een mooi gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal een stuk beter was. Ik denk dat we daar ook weer momenten in waren dat we beter konden doen. Even Henderson nog, die is er nu bij. Mag hij al meetrainen eigenlijk? Nee. Weet je wanneer die mag meetrainen? Als hij zijn werkvergunning heeft. Verwacht jij dat binnen een week? Ik hoop het. Volgende week speel je op kunstgras. Kan je hem daar ook gewoon laten spelen? Daar gaan we wel vanuit, ja. Nog wel wat losgemaakt, hè, in Amsterdam. Henderson Mania en van alles. Merchandise gaat over de toonbank. Het maakt wel wat los. Ja, nou ja, dat is mooi meegenomen. Maar daar ben ik op zich niet zo mee bezig. Wij willen hem gewoon zo snel mogelijk in het elftal integreren. En dat hij ons verder kan helpen. En dat wil hij zelf ook. En daar gaat het ons om. En al het andere is mooi meegenomen.